Nieske is eigenlijk wel alles voor mij, ja. Er bestaat natuurlijk ook mijn leven uit, hè. Er komt natuurlijk, je hebt... We waren blij dat we elkaar gevonden hadden en dat willen we tot het einde zo vol houden dat we daar beseffen. Daarom betekent ze eigenlijk alles voor mij. Dat je een ongelovige vrouw hebt, is natuurlijk de eenzaamheid waar je in komt te staan, dat ze je niet meer begrijpen. En dat is heel erg. Ik was bang dat hij lid werd van een sekte of zo. De openbaring van Johannes. Ja, dat vond ik heel erg. Ja.